En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, ik was natuurlijk een tijdje geleden was ik ziek. En toen dacht ik weer van, nou ja, het gaat wel weer. Ik kan weer lekker opnemen. En terwijl ik dus ziek werd ik. Nou, inmiddels was dat weer over. Maar ik ben afgelopen maandag ben ik door mijn rug gegaan. Ja, auw, pijnlijk. Ik zit momenteel in de ziektewet. Ik kan niet zo heel erg veel kan ik. Dus voorlopig is het weer even allemaal op een laag pitje. Er zou eigenlijk nog een andere vlog zou er eigenlijk nog aankomen. Die vlog die komt nog. Maar die komt hierna. Maar in ieder geval, ja, ik ben dus door mijn rug gegaan. En momenteel kan ik voorlopig even niet veel. Ik kan wel gamen, dat wel. Ik probeer een beetje mijn tijd door te komen met lekker gamen. Ik ben nou weer Planet Coaster aan het spelen. Ik ga binnenkort weer Euro Truck Simulator spelen. En daar wou ik net eventjes over hebben. Euro Truck Simulator. Momenteel kan ik dus even helemaal niks. Dus ik zat te denken van, nou ja, weet je wat ik nu eigenlijk wel kan doen? Want daar belast ik mijn rug niet echt heel erg veel mee. Ik ga aankomende tijd ga ik weer beginnen aan een nieuwe serie Euro Truck Simulator. Ik heb natuurlijk einde van vorig jaar heb ik een tiendelige reeks gemaakt van Euro Truck Simulator. En daarna heb ik eigenlijk niet veel meer mee gedaan met het spel. Ik heb nog wel een keertje een livestream gedaan. En ik heb vorige week of die week daarvoor heb ik nog een keer een livestreamje gedaan van Euro Truck Simulator. Maar ik, aangezien ik nu dus heel veel tijd heb en niet veel kan, dacht ik bij mijn eigen van, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon weer Euro Truck Simulator spelen. Ik ga gewoon weer lekker een serie opnemen. Ik ga eerst even een paar afleveringen opnemen. Dan weet ik zeker dat ik er mee doorga, want anders dan ga ik weer zo'n serie maken en dan halverwege schrijf ik er weer mee uit. Dus ik wil eerst even een heleboel afleveringen wil ik gaan opnemen. En dan als ik een aardig bekkie heb, dan ga ik in ieder geval weer uploaden. En dan kunnen we tenminste weer lekker Euro Truck Simulator spelen. Misschien ook wel weer leuk. En momenteel zit ik met mijn rug, dus ik kan momenteel toch niet heel erg veel doen. Dus ik ga het wel zien in ieder geval. We gaan weer een aflevering opnemen. En ja, dan ga ik wel kijken wat ik ermee doe. Ik wou er eigenlijk in ieder geval sowieso, in ieder geval wil ik er een stuk of 10 gaan opnemen. Dan heb ik een lekker voorraadje. En als die 10 afleveringen geweest zijn, dan wil ik eigenlijk gewoon op maandag, wil ik gewoon weer elke maandag weer een Euro Truck Simulator aflevering opnemen. Inmiddels, als het goed is, als dan die 10 afleveringen één voor één op maandag komen, als het goed is ben ik dan wel weer aan het werk, hoop ik tenminste. Want ik verveel me wel rot hoor. Ik vind het helemaal niks. Ik zit liever lekker op mijn werk dan dat ik thuis zit. Ik heb echt helemaal niks meer thuis zitten. Ik ben in die 25 jaar ben ik nog nooit echt heel erg ziek geweest. Dat ik naar een huisarts moest of naar de bedrijfsarts of zo. En waarschijnlijk gaat dat nu wel gebeuren. Het is echt vervelend. Het is pijnlijk is het. Vooral met hoesten, lachen en niezen. Dan heb ik er wel echt enorm veel last van. En ik ga het, maandag ga ik eerst even naar de huisarts. Ga ik even kijken wat er is. En er komt dus, hierna komt er nog een vlog. En dat gaat dus over de kermissen. Want dit jaar ga ik niet meer naar de kermis toe. Dus dan weet u dat in ieder geval. De laatste kermis is dus geweest in Uden. Is de laatste kermis geweest. En voorlopig komt er even geen kermisvlog meer op mijn kanaal. Dat heb een aantal redenen. En die redenen die ga ik binnenkort vertellen. In ieder geval, dit was even de vlog eventjes. Ik wou dat toch eventjes kwijt. Eventjes op mijn kanaal. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, normaal zeg ik altijd, vinden jullie deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Ik zou zeggen, steunen jullie mij? Doe een duimpje de lucht in. Wens me beterschap. En ik spreek jullie. En de volgende vlog gaat dus over de kermis. Waarom is het de laatste kermis? Jongens, groetjes van deze kant. En tot de volgende. Bye bye.
Hoi.